Walter, De Kruiners hebben Ja. een nieuwe single, Geen Zonde van de Tijd. Ja. Waarom hebben jullie dit nummer eigenlijk zo lang laten liggen? Want het is eigenlijk een nummer uit 2003. Klopt inderdaad. We hebben dat toen op de CD gezet. Maar dat is nooit een single geweest. En toen we vorig jaar begonnen te repeteren voor de tournee in de zalen in het najaar, hadden we sowieso de plannen opgevat om een klein stukje uit de set akoestisch te gaan spelen. En dat nummer hebben we dan onder stoffen eruit gehaald. En dat begon op repetities te groeien. En dat begon een ander leven te leiden dan het origineel was. En daardoor hebben we ook het idee opgevat om toch de studio in te gaan. En op een andere manier op te nemen dan dat we vroeger gedaan hadden. Minder elektrisch. We hebben dat dan ook met David Poltrock gedaan. Die daar dan ook nog de Mellotron aan toegevoegd heeft. Qua productie toch wel heel veel heeft bijgepast. En we waren heel content van het resultaat. Dus we hebben geen seconde getwijfeld om het dan ook op single uit te brengen. Ja. De reacties op het nummer die zijn best wel positief, moet ik zeggen. Ik heb heel wat gelezen op de sociale media. Er zijn natuurlijk ook opmerkingen over jouw stem, want jij klinkt heeser. Volgens sommige mensen ook doorleefder. Ja, dat kan. Maar het is in elk geval dat de stem heeser is. Ik heb dat al een paar keer in interviews gezegd de voorbije maanden. Ik had al problemen met de stem een paar jaar geleden, maar dat is onder controle. Maar door COVID en vooral door de longontsteking is er nog meer belasting opgekomen. Maar het neemt niet weg dat ik alle Kreunersnummers live gewoon kan zingen zonder problemen. Maar het is de stem die, de praatstem, de lage stem, die is een pak heeser. Maar als ik moet gaan zingen en ik zet kracht, dan hoor je dat die helderder wordt. Maar dan moet ik kracht zetten. En dat is niet de dagelijkse normale stem. En voor Geen Zonde van de Tijd heb ik natuurlijk gegrepen, doordat het akoestisch gespeeld wordt, om het veel zachter te gaan zingen, met minder uithalen. En dan heb je natuurlijk die heese stem. Hè. Dat is, mij stoort het in elk geval niet. Nee, mij ook niet trouwens. Je hebt helemaal geen last meer van COVID, veronderstel ik, buiten nee. Het stemgedeelte dan? Nee, nee, helemaal niet. Fysiek is alles in orde, dus ik kijk er naar uit om te beginnen. Ja, wanneer ga je beginnen? We beginnen eind april, dan doen we een paar try-outs. En dan denk ik dat de Brilpoort in Deinze 24 april het eerste echte concert gaat zijn. Enfin, niet dat die try-outs geen concerten gaan zijn, maar daar zoeken we nog een beetje. Daar wordt de set in elkaar gepuzzeld, zal ik zo zeggen. En die moet er staan tegen 24 april. Ja, hoe lang is het dan geleden dat jij nog met de band op het podium stond? Goh, we hebben vorig jaar in het najaar, ik denk, 2 concerten kunnen doen. En dan was het weer een lockdown. We hebben vorige zomer geen enkel concert kunnen doen. Jawel, we hebben er eentje gedaan, denk ik, in Leuven. Op zo'n speelplaats waar 200 man mocht zitten, dan ook nog. Dat was een plezante, maar liefst een eenmalige ervaring, zal ik zo zeggen. Dus we zijn heel blij dat we nu kunnen doorgaan. Het zullen in totaal een dikke 40, dan 45 concerten zijn dit jaar. Maar ik kijk er naar uit. Ja, de ontlading gaat groot zijn. Ja, zeker weten. Zeker weten. Ja. Zeg, jullie schreven het nummer Geen Zonde van de Tijd met z'n allen samen. Het was ook nog een nummer waar Berra aan meegewerkt heeft, maar meegeschreven. Kwamen er spontaan herinneringen naar boven tijdens de opname van het nummer? Wij tekenen altijd met de vijf, hè, van alle duidelijkheid. En dit is een nummer eigenlijk, de basis is van Erik. Dan heb ik aan de tekst gewerkt, want Erik heeft eigenlijk ook een stuk van de tekst geschreven. Dan heb ik het een beetje aangepast, bijgeschaafd. En dan de laatste zin vooral erin geschreven, omdat het anders alleen maar een gewoon liefdesliedje zou zijn. En ik vond dat het meer mocht zijn dan dat. En daarom dat we dat op die manier gedaan hebben. Ja. Over welke mooie vrouw gaat dit nummer nu eigenlijk? Het gaat niet over een vrouw, het gaat over de kinderen. Het gaat over kinderen. In de laatste zin vertelt dat dus ook. Hè? Want geen enkel kind is ooit zonde van de tijd. Maar dat weet je pas als je de laatste zin hebt gehoord. Daarvoor denk je de hele tijd dat het over een vrouw zou kunnen gaan. Maar het is niet zo. Het gaat over kinderen in het algemeen. Ja. Walter, is dit nu de voorbode van meer nieuw materiaal? Of gaan jullie voor een nieuw album eventueel naar allemaal oud materiaal grijpen? Dat weet ik niet. We zijn er nog niet over aan het denken. We zijn nieuwe nummers aan het proberen. Tot nu toe hebben we nog niet op doorgewerkt, zal ik zo zeggen.
dit gaat nu voor, eerst repeteren, alles in elkaar steken en dan misschien in het najaar tijd vrijmaken om te repeteren aan nieuwe nummers. Er zijn er een paar, maar er is nog werk aan, zal ik zo zeggen. Dus, geen zonde van de tijd, is het enige nieuwe nummer dat al opgenomen is? Ja, ja, inderdaad. Ja. En heb jij al een streefdatum voor een album in gedachten? Nee, nee, echt niet. Het voordeel van de Kreuners is, we bestaan zo lang, alles mag, niks moet. En we moeten ons zeker niet laten pushen. En dan met nummers uitkomen dat we eigenlijk nog niet 100% tevreden over zijn. En hoe langer je bezig bent, hoe ouder je wordt, hoe minder snel je tevreden bent. Dat is het nadeel natuurlijk. En je hebt heel snel de neiging, als we met een idee komen op repetitie, om te zeggen, dat hebben we al eens gedaan. Of trikt dat niet een beetje te veel op dit of op dat. Dus dat is een hele moeilijke.